wel heel speciaal. Ze is namelijk special effects make-up artist Chloe Cupping. En die komt vandaag voor ons helemaal naar hier om haar eigen ding te doen met iemand uit het publiek. Welkom aan Chloe Cupping. Special effects make-up artist. Wat mogen wij daaronder verstaan? Je hebt make-up artist. Dat is hetgeen wat we al dagelijks zien, de fotoshoots en zo. Dan daarna heb je grimmen, wat bij theater wordt gedaan. Dat zijn heel zware verftechnieken. En daarboven is er nog eens een laag special effects. Wat dat gaat van wondes tot aliens. Eigenlijk die heel grote dingen dat erbij worden gedaan. Dat ook in de horrorfilms, in de science fiction films ziet. Dat is special effects make-up. Ik heb al onlangs van een kort film een man volledig aan een bed moeten vastnaaien. Volledig rond. Vastnaaien? Vastnaaien, oh. Ja. En dat was geweldig om te doen, maar ook wel heel stressvol. Omdat je eigenlijk het tweede vel erop gaat gaan aanbrengen. Ja. En dan daar echt doornaait, maar de laag tussen echt vel en vals vel is heel dun. En heb je hem genaaid? Ik heb hem letterlijk genaaid, echt wel. Met wie zou jij nog zo willen samenwerken in de wereld van special effects, make-up of... Er is één heel goede make-up artist, een vrouw, want ze zijn bijna allemaal mannen, Vinyl noemt die. En die doet alle grote projecten, dus zodra ik met haar zou kunnen samenwerken, dat dan mijn chief make-up is, ja, dan komt al de rest ook wel bij, want die werkt ook Tarantino, echt alle zotte dingen dat ze doet. Vinyl, if you're watching, Chloe wants to work with you. Hey. Maar, nu zeggen wij wat, yo. En gaan we iemand uit het publiek kiezen? Oeh, spannend. Ja. Wat ga je exact doen? Vandaag dacht ik eigenlijk om iemand volledig beat-up te maken, maar dan zonder de pijn. Zonder de pijn? Zonder de pijn, okay. Ja. Is goed. Ik ben al blij dat je niemand gaat naaien. Wat denk je van hem daar? Ja, dat ziet er mij wel een schoon koppeltje uit om hem aan te nemen. Ja. Kom. Oké, okay, ja. Stiekem is hem niet zo random, want dat is mijn klein broertje die zijn zus komt steunen. Ik ga je onder handen nemen. Oh. Veel succes, hè. Merci. Dat is goed, hè. Salutjes. Yo, vandaag hebben wij een van de doopste chicks straight out of Antwerp. Slongs, die van O. Goedemorgen. Charissa eigenlijk, hè? Ja. Iedereen kent je als Slongs. Ja. Wat een carrière heb jij gehad. Gek, hè? Ik heb geen woorden zelfs. Hoe heb jij dat maar ervaren? Dat is toch zot? Ik stond erbij en ik keek ernaar. Zo wat dat. Before you know it zitten zo netjes Natalia en de Voice Kids. Is je in LA? Ja, inderdaad. Dat was helemaal geflasht. Is er iemand zo die je daar hebt ontmoet of zo die je echt is bijgebleven? Want het is toch wel LA? Ron Jeremy, maar die kinderen hadden waarschijnlijk niet, hè? Niet direct, niet direct, nee. Ron Jeremy is ongeveer de bekendste pornoacteur van de wereld. Oei, oei, oei. In die sector zitten we niet, hè? Maar ja, die lopen daar dus rond in Hollywood. Ik was naar het café geweest waar de Guns N' Roses en zo hingen. En de Lemmy van Motorhead. Die had daar een vaste kruk met zijn vaste fles whisky en zo. En ik was daar dan aan het hangen. En Ron Jeremy die kwam daar binnen gewalst. Normaal zit iedereen mens altijd in zijn blote met zijn babyarm. En nu werd hij dan aangekleed, dat was toch wel een raar fenomeen. Ik heb ook met geweldige artiesten mogen meewerken, waaronder Remo. Besef ik dat ik jou mis, voel ik nog verraad. Besef je wat je doet met mij, dan heb je weer genoeg van mij. Op je knieën terug naar mij, maar het hoeft niet meer. Allee, die heeft eerst mij gebeld, hè, voor met hem samen te werken. Ja, dan zakt de grond onder je voeten even weg. Hollywood allemaal goed en wel, maar als de Roman je belt, ja, dan mag de rest van de wereld nou echt zeggen wat ze willen. Fuck you, de Roman vindt mij goed. Wat brengt de toekomst? Ik ben bezig aan een boek. Oké. Okay. Ik ben bezig aan een theatervoorstelling, solo theatervoorstelling. En ik ben nu onlangs eigenlijk ook begonnen met zo meditatie te geven op scholen. En release all of those sounds that are trapped in your mind. Sir, are you okay? I'm a little messed up. Ja, ik weet ook niet, dat is ook allemaal toevallig. Motivational speeches gewoon geven en dan uiteindelijk heb ik zoiets van, zullen we dan nu eens eindigen met een meditatie? En die jongeren reageren er ongelooflijk goed op en je raakt die een tool aan waarmee dat die de rest van hun leven verder kunnen. En altijd zotte shit. Sorry, maar dat verdient een applaus. Hè, kom. Ik zie de blik daar. Hè. Nee, is niet gewoon. Hallo iedereen. Welkom, ik heb een nieuw item in het programma.
is luisteren naar de liedjes van de Vlaamse muziekmaker. Hier een nieuwe liedje van Silongs. Ik denk het is nieuw, ik weet het niet eigenlijk, maar ik luister nu naar een liedje. Is eerst reclame. 10 seconden. Oh. Ja, is ook goed nummer. Wat jij doet met mij is niet het probleem. Hè? Is goed nu zo. Ik moet nog. Nee. Betalen jij nu? Dankjewel iedereen. Ik zeg altijd: luisteren is mooi. Fidget spinner is mooier. Dankjewel. Oh, is lang. Ik heb het geluk de volgende gast te mogen verwelkomen. Ze is een jonge vrouw die enorm getalenteerd is. Naast muziek is ze ook actrice en je kent haar wellicht wel van haar doorbraakrol in Black, Marta Daro. Na Black heb ik even een kleine pauze genomen. Mm-hmm. En daarna ben ik terug begonnen en dat was bij een serie daarvoor. Dat was heel leuk. Over water heb je het ook gedaan, hè? Ja, een heel klein rolletje. Baptiste. Ja. En welke rol heb je in Baptiste? In Baptiste speel ik een jonge prostituee die heel veel heroïne verslaafd is. En die eigenlijk, hoe ik het personage zie, ze raakt niet uit haar situatie omdat zij ja, verslaafd is. En ze blijft eigenlijk vast in haar wereldje. Ik heb zo het gevoel dat als vrouwen, en vooral zwarte vrouwen, in een serie, of voornamelijk zwarte vrouwen eigenlijk, in series of films spelen, dat dat zo altijd van die noodsituaties zijn. Ja. Een prostituee, vluchtelingen en dingen. Mm. Zo nooit gewoon Sarah dat bij de bakker werkt. Nee, dat is echt zo. En ik had ook, ik was ook heel hard aan het twijfelen dat ik dat wel wou doen. Ik had eigenlijk de vrijheid om dat personage, om die echt te bouwen. Mm-hmm. Dus heb ik ja gezegd, maar dat is echt gewoon zo. Dat je heel weinig verwacht als zwarte vrouw, denk ik. Heel zelden gewoon iemand speelt. Je speelt je huidskleur bijna. Mm-hmm. Als er rollen zijn voor een advocaat en een zwarte vrouw zou dat spelen, moet ze eigenlijk de rol van een zwarte advocaat. En dat zwart zijn moet even belangrijk zijn als het feit dat ze advocaat is. En dat is gewoon heel spijtig. Ik voel dat ze zo ook, dat er zo altijd een uitleg gegeven moet worden. Why are you black? I don't understand. What is happening? Met uw laatste film? A Girl from a Village. Kan je daar een beetje over vertellen? Ja, dat was echt heel mooi om te doen. En het is waar gebeurd. Het gaat eigenlijk over een vrouw. Ze komt uit Somalië. Ze vlucht uit Somalië. En ze denkt dat zij bij haar tante in de States gaat belanden. Maar uiteindelijk belandt zij in Ierland. En dus ik kom daar in een soort van vluchtelingencentrum. En dan heeft ze ook een afspraak bij de gynaecoloog. En daar is eigenlijk de eerste keer dat zij geconfronteerd wordt met het feit dat zij eigenlijk slachtoffer was van FGM. Dus Female Genital Mutilation. Ja. En met de tijd begint ze Engels te leren en begint ze eigenlijk een movement te starten om daar zoveel mogelijk aan te gaan. Mm-hmm. En dat was super mooi en ze was ook op set. Alle scènes dat we deden, ze liet vaak zo foto's zien van het echte moment. Of, er was heel veel communicatie en heel veel. Ja, dat was super. En het mooiste was, iedereen voelde wel van oké, dit is echt wel, dit is wel een serieus onderwerp. Mm-hmm. Maar zij is zo de meest joyvolle, de meest happy persoon dat ik ooit ben tegengekomen. En dat was echt wel mooi om te zien. Wat zij heeft meegemaakt, heeft haar gestopt. En dat was zo mooi om te zien. Mijn onwetende ik was in het begin eerst aan het stressen over mijn Somaliaans. De situatie op zich heeft zich echt voorgedaan. Ja, omdat zij was eigenlijk de enige die heel mondig was daarover. Mm-hmm. Maar er is ook echt een moment gekomen waar dat sommigen dat eindelijk durden toe te geven. Ja. Ze vond heel veel van die meisjes toen dat gewoon niet luid op te zeggen. En, Zo'n zwaar onderwerp. We zullen het even verlichten. De scène, zijn dat echte tranen? Ja. Ja? Echt hoe emoties. Doe jij dat? Teach me, master. voor dit was het echt gewoon. Er was ook een bepaalde sfeer op zit. Mm-hmm. En ook Yves, normaal is zoals ik zei, altijd zo super happy. Maar mm-hmm.
Zelfs zij was zo voor die scène zo heel rustig. Het is in ieder geval heel mooi. Love it. Wat genoeg voor ons in petto. Nu is het even muziek. Het is nu Engels Summer Blues is uit. Summer Blues. We hebben daar ook een clipje van. I just needed you to hate me. Just like I did with you. I didn't wanna be the victim in this story. Now I guess I fucked up too. You said you'd be the savior of this lonely girl in this lonely world. Je hebt dezelfde schoenen als in de clip? Ja, Buffalo moet me echt sponsoren. Buffalo, jullie moeten me echt sponsoren. Die zijn zelfs al kapot. Buffalo, als je deze ziet, echt, give the girl some shoes. Die zijn zo comfortabel, dus ik draag die altijd in elke fucking shoot. Hetzelfde voor Zara. Please. Vertel over de muziek, die stijl. Ik kan dat totaal niet plaatsen. En ik vind het zo fucking dope. Super cool. Ik was wel echt bewust naar een sound aan het zoeken die Marta was, maar die mij niet per se in een hokje ging steken. En ik denk dat dat gelukt is. Het is echt gelukt. Ja. Want buiten de sound, je spreekt ook verschillende talen, hè? Welke allemaal? Hier of in het algemeen? Je moet beide zeggen. Ik bedoel de muziek, maar als je talenknobbel wilt laten zien aan iedereen. Nee, in de clip is dat. Alleen de track is dat. Spreek ik Frans en Engels. De clip is ook heel speciaal, hè? Mm-hmm. Je vriendin, dat. Kijk, hey Yannick. Yannick? Heb ik het fout gezegd? Wauw, het was toch Yannick? Yakin. Oh, fuck me! Sorry, Yakin. Opnieuw. De clip. Super vet. Ja. Ja, Kien heeft die gemaakt, hè? Ja, Yannick heeft die gemaakt. Dat heeft heel lang geduurd om dat te maken. Hoezo? De eerste keer dat we daarvoor hebben geshoot was in L.A. Maar we zijn een paar beelden kwijtgeraakt. Heeft hij daar laten liggen dan? Nee. De harde schijf. En dan hebben we in Griekenland gefilmd. En toen ook iets met de harde schijf. Uiteindelijk in Parijs. Yakin, check yourself, please! Er was van alles wel nog een klein stukje en, ja. En uiteindelijk is dat. Je hebt heel veel beelden van verschillende steden en dat is wel leuk. En waar kunnen wij je zien live? Deze zomer. Op Knor Café. Oeh! Ja, op Door, op Geen Jazz. Check mijn Facebook en mijn Insta voor meer info. Wat is je Insta? Hoe kunnen wij je Marta volgen? Marta.daro. Marta.daro, volgen. Like that shit. Follow that shit. Kun je shit ook uitbliepen alsjeblieft? I'm so sorry. Ja, jullie hebben het Alex, jij stage manager op Equity in Trixie Antwerpen. Maar jij stage manager op festivals zoals Pukkelpop, Tomorrowland, Western Beach en wel festivals in de zomer. Welcome. Ik kan vandaag doen wat ik heb, so let's go. You can't keep me down. Can't keep me down. Can't keep me down. Maar dat is niet just for a little bit. Nice. Oké, okay, ja, spannend. Oh
Laat me niet met mijn haar achter. Heeft u genaaid? Okay. Ja, zo onder het licht en dan gaan we een keer kijken wat er allemaal gebeurd is. Wel, eigenlijk moest dit dan in een verhaal zitten. Ja. Dan heeft er iemand die echt een flesje bier op zijn kop kapot heeft geklopt. En dan een nest geweest binnen de lap. Hij heeft zijn neus gebroken, de blauwe ogen langs de beide kanten. Hij is dan nog een keer goed op zijn gezicht gegaan, gespleten lip. Eigenlijk heeft die jongen gewoon echt geen chance gehad. Ik heb een heel zwaar leven. Nee, maar echt heel zwaar. Oh. Laat je niet doen, hè, man. Je ziet er zo stoer uit. En zie nu. Je hebt al een plan bekokstoofd, hè, heb ik gehoord. Een plan om ze terug te pakken? Of, nee, nee. Nee, niet om de denkbeeldige mannen terug te pakken. Fantasie! Maar je gaat een prank doen bij mama. Jij ging een foto pakken, was? Dat onze andere broer mij in elkaar komt, heeft geslagen, dan zogezegd. Ja, ja, en dan, ja. Was een ruzie geweest die iets uit de hand was gelopen. Ach, arme mama. Ja, kijk. Allee, dankjewel, Chloe. Dank je, Julia. Niet vallen om nooit naar huis, hè. Niet vallen, hè. Niet vallen, hè. Lieve WAYO-kijkers. Er komt een fenomeen aan. Trafiek, ik ga je knuffelen. Ik ben blij dat jij nog leeft. Hoe kan dit? Wel, jij bent geboren. En toen? Ik had een droom, een ambitie. Ik wou eigenlijk een actionacteur worden. Soms ga je iemand een acteur worden die zijn eigen stunts deed. Cool kicks. En, ja, ik heb besloten om taekwondo te gaan doen. Wauw. En ik bedoel, uw lichaam is dus echt uw instrument. Verzorgt u zelf dan? Ja, mijn levensstijl bestaat uit trainingen. Feestjes? Nee, ik ben niet zo'n partyboy. Nee. Are you excited for your party? Not one bit. Nee, ik ga vroeg in mijn bed. Maar nee, we proberen toch wel een actieplatform te starten hier in België. Waarom we proberen Little Hollywood naar België te brengen. Om toch te laten zien en te bewijzen van ja, kijk, wij de jonge gasten, de nieuwe generatie, wij zijn hier, wij willen een kans geven. Ja, ja, ik nu weet. Ik heb uw Instagram al een beetje gestalkt. Ja. En ja, je maakt uw eigen films. Zijn er grotere projecten die jij zelf gaat maken of andere mensen? Er zijn ook nog projecten op komst in de toekomst. Dus ik kan er ook nog niet zoveel over vertellen. Dus het is al een secret, so I gotta... En hoe snel of hoe lang? Of... Ik hoop snel, maar ja, je weet dat alles is tijd nodig. Als je, als je ergens wilt geraken, dan moet je geduld hebben. Dat is het belangrijkste. Alright, soulful. Maar ik zal iets laten zien. Sta maar op. It's showtime. Heel simpel, gewoon 3 kicks. Niks speciaals. 1 yogales in mijn leven, mensen. Dus, zeg mij exact wat je wilt. De first kick, ja. Snap jij? Ben ik niet taekwondo aan het doen? Oh, oké. Okay. En zijn hoofd? 1,73 meter, everybody. Ga je liggen op de grond, ga je een beetje naar hier. In de spotlight. Okay. Goed zo blijven, die bewegen. Het is heel belangrijk om niet te bewegen, is dat waar? Mag ik mijn ogen terug? Nee, je mag je ogen open houden. Oké. Okay. Zie je erin klaar? Let's go! Er zijn een paar scholen in Antwerpen die besloten hebben om vanaf september drugstesten uit te voeren op school. Ja, ik zie u al denken, what the fuck, gast, Kenny. Ja, jawel, what the fuck, dat kan wel. Hoe zij het eigenlijk willen aanpakken is zo. Als zij een leerling zien die dat misschien wat minder oplet, wat rode oogjes heeft, die dan met... antwoord en ze vermoeden dat je drugs gebruikt, dan kan een leerkracht naar je toe komen en vragen... Wordt hij uit de bus? Eigenlijk, als je een poster plakt, toch? Ja. Op een gebouw, betekent nog niet dat in 2002 de pizza's overdatum waren. Als het antwoord nee is, kunnen ze u ook vervolgens vragen om een drugstest af te nemen. Een speekseltest, meer specifiek. Waar hebben ze het idee vandaan gehaald om die te doen? Dat hadden ze eigenlijk uit de... Een paar documenten, juridische documenten van de VAB, het Vlaams Expertisebureau van Alcohol en Andere Drugs. Zij zeggen nu, klopt niets van. Ze hebben het juridisch document verkeerd geïnterpreteerd, zegt Marijs Schermaert van de VAB. Zelfs zonder fysieke dwang en zonder straffen wil wie weigert kan het aanvoelen dat de toestemming wordt opgedrongen, staat in het document. Scholen hebben een pedagogische functie. Ze moeten niet de taak van de politie
overnemen. En als je het mij vraagt, ben ik het daar volledig mee eens. Want hoe gaat de klastitularis dat nu exact aanpakken? Zo'n drugstest. Zo van na een trimester van... Ah ja, jongens, oké. Okay. Iedereen mag zijn rapport ophalen. En Louis, Jean-Pierre, Claude, tegen de muur! Kom, mond open, nu! Dat gaat niet. Dat klopt niet. Wat gaat de leerkracht doen nadat ze je gedwongen hebben om een drugstest te nemen? Gaan ze daarna een open gesprek hebben? Want als ze zich zorgen maken, dat is wat ze zeggen. Hè? We maken ons zorgen, dus we willen de leerlingen helpen. Waarom hebben ze dan harde bewijzen nodig? Indien je je zorgen maakt, kun je dan niet gewoon naar een leerling toe gaan, ermee praten? Nee, wat gaan we eerder doen? Mondje open, speekseltest. En dan naar de directeur. Misschien kunnen ze beter gewoon mensen uitnodigen die al iets hebben te maken gehad met drugs. Hè? Bijvoorbeeld Fabriejo van de jeugd van tegenwoordig. Dan ga je daar langs op lokaal en dan zegt hij gewoon... En dan gaat hij gewoon vragen wat er aan de hand is. En dan kun je een open gesprek hebben over drugs. Het is gewoon overal een slecht idee. En iedereen is het ermee eens trouwens. Justitie-experts zijn het eens, pedagogen zijn het eens. Eigenlijk iedereen buiten de scholen in Braschaat. Ja. Voor mijn part zijn ze eigenlijk al gebuist op hun klein testprojectje. Volgende keer beter. CA-test!